Welkom iedereen bij een nieuwe video van Pak 5. Vandaag hebben wij de Razer Viper 8000 Hz muis. Wat dus betekent dat die muis 8 keer zo snel is dan traditionele muizen. En wij gaan natuurlijk een beetje ondervinden of deze muis het waard is en of het daadwerkelijk een verschil brengt met 1000 Hz. Oké, komt u maar mel. Dus dit is de muis. Het is mooi, slick, zwart. En kleurig ook nog tegelijkertijd. Kijk eens, wat een mooie lichtjes. Nou, dit is de muis dus. De muis maakt gebruik van Razer Optical Switches. De tweede generatie die 70 miljoen keer geklikt kunnen worden. Dus ga er maar vanuit dat je even deze muis wel eventjes kan gebruiken. Ze voelen heel tactiel aan en het voelt gewoon fijn aan. Het heeft wel net wat meer kracht nodig dan mijn muis die ik altijd gebruik. De Mountain Makalu. Maar algemeen is het eventjes wennen en is het eigenlijk best wel fijn. De zijknopjes zijn ook mooi tactiel. Die zitten gewoon stevig op zijn plek. Ik heb wel eens muizen gehad die altijd een beetje zo'n wiggly zijkantje heeft. Deze heeft het niet. Zit gewoon goed en het zit gewoon comfortabel in je hand. Alleen, deze muis is niet echt bedoeld voor als jij een palm grip hebt. Meer voor tip of claw grips. Want dit is best wel een lage muis als je het eigenlijk sowieso al vergelijkt. Kom eens Mel. Als je vergelijkt met de Makalu kun je wel zien dat ding is al veel lager. En als je bijvoorbeeld deze muis hebt, dan kun je mooi een palm grip hebben. Maar als je deze muis pakt, dan ga je automatisch al een beetje je hand de lucht in hebben. Oftewel, je krijgt meer een beetje een claw of tip grip. Dus ben jij meer van de palm grip, dan is dit nog niet echt de muis voor jou. Ben je trouwens linkshandig? Dat is heel leuk met deze muis. Het heeft een bepaalde naam, ik weet niet hoe die naam is. Het is veel te moeilijk. Maar het is links en rechtshandig, dat is het. Dus ben je linkshandig of rechtshandig, dan kun je deze gewoon gebruiken. En het is super fijn voor jou. En hij heeft ook aan beide kanten daarom ook die zijknopjes. Dus linkerkant en rechterkant kun je dus gewoon klikken en is het super handig. Mocht jij de ene kant niet gebruiken omdat jij toch linkshandig bent of weer er wel wat gebruik van maken. Je kan in de software, ik ga hem even erbij pakken. In de software kun je gewoon alle knopjes en dingetjes kun je gewoon allemaal aanpassen van wat hij doet. Dus dat is ook heel fijn. Dus wil je net iets anders hebben, weet je, dan kan je dat doen in de Razer Synapse software. Evenals trouwens de lichten veranderen en de polling rate. En deze muis, ik heb het al gezegd, 8000 hertz polling rate. Waar wij traditionele gaming muizen ongeveer 1000 hertz hebben. Dus deze Makalu heeft bijvoorbeeld 1000 hertz. Wat ik al eigenlijk hartstikke snel vind. En eigenlijk niet verwacht dat ik iets anders nodig heb. Heeft deze Viper dus 8000. Dat is veel. 8 keer zoveel. Maar merk je ook daadwerkelijk het verschil. Ik heb hier een 144 hertz scherm. En dus dat is best wel hoge FPS. Maar er zijn ook schermen tegenwoordig op de markt. Die 240 of 360 hertz zelfs hebben. En ik verwacht dat het eigenlijk geen verschil gaat maken. Tenminste, ik ga het niet merken. Waarschijnlijk merk je het alleen als je echt heel competitief bent en op hoge refresh rate speelt. Waarbij eigenlijk 144 hertz al een beetje weinig is. Al wel best wel veel is. Is natuurlijk het misschien wat meer aangeraden voor de nog hogere refresh rates. Nu moeten we het natuurlijk uitproberen. CSGO, bij mij, voor een of andere reden, heeft het elke keer weer stutters. Dus daar kan ik het niet meer uittesten. Maar ik ben nu bezig met Call of Duty te updaten. Want ze hebben elke dag weer hele leuke updates waar ik echt heel gek van word. Toevallig als je altijd wil spelen is, hey jongens, we hebben updates weer. Dus daar ben ik nu even bezig met downloaden. Nog 3,6 gig. Dus ja, tot dan. En het idee, ik ga trouwens alvast maar even zeggen wat het idee is. Ik ga zo meteen, ik ben natuurlijk hardcore professional Call of Duty gamer. Je weet het, 1.88kd gemiddeld, je weet hoe dat gaat. 700 scoren per... Nee. Ik ga dus eventjes uitproberen met de verschillende standen van polling rate. En dat doe ik trouwens met een blinde test. Melanie, mijn lieftallige assistente die nu achter de camera zit, gaat dus die frequenties aanpassen. Dus die gaat bijvoorbeeld 125 hertz polling rate aanpassen naar 250, 500, 1000 en dan vervolgens wham straight naar de 8000 om te zien of het nou echt heel veel verschil met zich meebrengt. En ik ga dus elke keer weer testen en zien wat ik, of gewoon een beetje bepalen wat ik denk dat er gebruikt wordt. Dus ja, dat is voor dan. Tot zo!
Oké, wat gaan we voor? We gaan gewoon lekker voor de Milano. Die moet ik nog even weer wat levels geven. Oké, hoe gaat dit? Ja, ik zou zeggen, dit is... Dat ik het zo al voel, denk ik... Dat het gewoon een normale stand is. Want dit is een beetje zoals ik altijd... Ik ben altijd wel een beetje pietluttig mee met alles van de... Hey, dit hebben we niet gezien, oké? Dit is normaal, dit voelt normaal aan. Dus ik denk dat het 1000 hertz is. Oké, altijd maar weer, Mel. Het is 1000 hertz. 1000. Oké. Oh, dit... Ja, dit voelt stroever aan. Dit is volgens mij... Ja, dit is sowieso minder. Dit... Want we... Ja, dit is sowieso veel minder. Dat merk je overduidelijk. Oh mijn god, hij gaat opeens heel hakkerig opeens meebewegen. Dat is zo vaag. Oh, wat... Ah, vies is dit. Is hier een vies mandje hier ook achter? Hallo, waarom blijft hij kuchen? Ik sta er niet meer in. Mijn karakter is... Help! Oh mijn god. Ik denk dat... Oh, dit is vies. Nou, weet ik niet of dit vies is. Ik denk... Ja, normaal had ik dus die 1000, hè. Dit voelt eigenlijk gewoon wel aan alsof het... Ik vermoed niet 500. Ik denk dat ik 500 wat minder erg zou merken dan dit. Dus ik denk dat dit... 125 en 250. Ik denk dat dit 250 is. En 125 is gewoon helemaal niet meer speelbaar. Oké, Mel. Change it again. Dit is de 125 of 250, denk ik. Oké. Dit voelt al een stukje soepeler weer aan. Ja. Au, ik ga telkens weer dood. Maar dat maakt niet uit. Voor de video maakt het niet uit of ik telkens dood ga. Het gaat gewoon om het feit dat ik weet hoe het aanvoelt. En op dit moment vind ik het... Vrij soepeltjes. Waarom is iedereen zo goed? Ik zie niet eens iets. Makers, kom maar op. Ik gooi gewoon een granaat naar zo'n bakkers toe. Ah! Teammate! Vies mandje dit hoor. Haha, vieze rotcampus. Oké, ik vermoed dat... Ja, ik wil zeggen dat het minder smooth aanvoelt, maar voor mij is dit gewoon normaal. Het voelt voor mij ook aan als 1000. Maar voor deze video ga ik vanuit dat het gewoon 500 is. Het voelt hetzelfde, het voelt hetzelfde. 500 denk ik. Dat denk ik, maar ik denk niet dat het zo is. Ik denk... Zeg dan gewoon echt wat je denkt. Dat je... Ik zeg 1000, maar ja, 1000 heb ik al gehaald, dus dan zal dit 8000 zijn, maar zo voelt het ook niet aan, denk ik. Dus ik ga voor 500. Het voelt, ja, en... ja, dit voelt soepel. Voor mij wel soepeler dan de vorige keer, dus ik heb het denk ik wel de vorige keer hopelijk goed gehad. Dit voelt heerlijk. Oh, dat is gewoon een poster ding. Oké, dat is zeer goed zonder dat je dat aanvalt. Want het zal vast heel bedreigend zijn. Ja, ik denk dat het voelt goed aan. Dus ik neem aan dat dit gewoon eigenlijk... Oh, hier dit. Ja, ik denk dat dit dan 8000 is. Au. Ik ga dood altijd. Maar als ik het zo voel en richt de hele tijd, het is lekker soepel. Zoals het moet, denk ik. Dus ik denk dat dit 8000 is. Oké. Nog één keertje. Eén keertje? Oké. Oké. The last one. Fuck my life. Nee, toch. Ik heb denk ik gewoon me vergist met 500.000 en 8000. Dat ik gewoon niet eens een verschil maak. Dit is ook gewoon smooth. Ah, what the fuck? Ik weet niet. Het voelt gewoon beide goed. Dit voelt ook gewoon normaal aan. Oh, er zit natuurlijk zo'n trophy system. Ja, het voelt soepel aan. Dit is gewoon wat ik gewoonlijk gebruik. Dus ik zou... Maar 8000 en... Ik heb al die nummers al gehad. Je gaat mij niet vertellen dat ik 250 al soepel vond, hè? Nee, hou op. Als ik 250 al soepel vind, of 500... Dan word ik gek.
Dan word ik echt gek. Dit voelt wel goed aan. Ja, maar ik heb al die keuzes al gehad. Alleen is dat ik niet gehad heb, is 125. Oh nee, wat heb ik? Je hebt die bestaande. Ja, wel, die is wel. Maar 250, 500, 1000 en 8000 is er. Ja, ik denk, als ik het zo voel, is dit gewoon... Ja, ik zou zeggen gewoon weer 1000. Ik denk 1000. Okay. Ja, dat denk ik. Het voelt gewoon hartstikke soepel aan. Zeg het maar. Het was maar op 250. Heb je die geprobeerd? Die is er niet, kijk dan. Oké, okay, de laatste week dan. 500! Ah! Wat de hel? 250. Ja, toch? 125 naar 500. Oh, oké. Okay. Oké, okay, oké. Okay. Kom maar hier met de camera. Point it at me. Dus van de eerste die 500 was, 500 hertz polling rate, dacht ik dat het 1000 was. Of was het net andersom? Nee, de eerste is voor mij en de tweede. Oké. Okay. Je had 500 ingesteld, ik dacht dat het 1000 was. Dus dit is wat ik, dus ik denk dat 5000 vond ik al gewoonlijk aanvoelen wat ik... Ja, sorry. Dus 500 vond ik al gewoon aanvoelen waarmee ik normaal speel. Ik vond het al soepel genoeg. Dus 125 dacht ik dat het 250 was. Nou was er geen 250, dus uiteindelijk had ik het wel gelijk, dus dat het die 125 dan was. En oké, okay, 1000 dacht ik dat het 500 was. Zie, dat is dus, ik merk dus helemaal geen verschil meer tussen, dat merk je wel weer. Maar 8000 had ik dus wel daadwerkelijk goed geraden dat het 8000 was. Als ik al niet eens merk wat 500 en 1000 is, dan zal ik waarschijnlijk ook die 8000 niet gemerkt hebben. Nou ja, op het laatst was het 500 en dan dacht ik dat het 1000 was. Zo kun je wel weer merken dat eigenlijk 500 al gewoon goed is en 1000 het al gewoon perfectioneert en 8000 al helemaal geen ene zak meer uitmaakt. Oftewel, heb je 8000 hertz nodig? Nee, ik denk het eigenlijk niet. Nou heb ik ook een 144 hertz scherm, dus waarschijnlijk kan ik alle verschillen ook niet meer merken. Omdat het qua verhouding met hoeveel frames het laat zien en hoeveel tijd het heeft om te refreshen, het waarschijnlijk toch niet meer uitmaakt. Maar ja, op 144 hertz kan ik niet meer merken. Dus het verschil al met 500 en 1000. Dus zal jij het waarschijnlijk al niet eens helemaal kunnen merken met 8000. Maar gelukkig is deze muis beschikbaar voor dezelfde prijs als de 1000 hertz versie. Dus het maakt helemaal niet uit welke voor je gaat. Maar natuurlijk, sneller is beter. Dus dan moet je daarvoor gaan. Als het toch hetzelfde kost, waarom ook niet. En ja, dat was dan ook voor de video. Ik kan de muis absoluut aanraden. Het is een super goede muis. Alleen het moet net even fijn wezen voor je handen. Ben je linkshandig, dan is het ook natuurlijk een mooie optie. En ja, dat is het ook wel. Dus super bedankt voor het kijken. Bedankt Melanie voor het assisteren bij deze video. En ik zie je allemaal weer terug in de volgende video. See you later. Hey, super bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je de video natuurlijk leuk, behulpzaam of informatief? Doe natuurlijk een duimpje omhoog. Wil je natuurlijk meer zien van mijn kanaal, zou ik zeggen, abonneer natuurlijk. Mijn social media staat allemaal in de beschrijving. Je hebt allemaal linkjes daarvoor. Ik zou zeggen, bekijk dat. En tot de volgende keer.